Beste kijkers, er is iets wat ik jullie nog nooit heb verteld. En ik weet niet waarom, maar in elke video dat ik heb gemaakt waar ik probeer te vertellen over mijn YouTube-verleden, lieg ik hierover. En de reden waarom ik hierover loog, was omdat ik geen bewijsmateriaal vond dat het echt zo was. En nu zitten jullie zo te kijken naar deze video zo, what the fuck over wat zever je doet? Wel, voor IJsid was er een channel. Een channel waar ik ook video's heb uploaden. Alleen kan ik niet echt zeggen dat dit voor IJsid was, want dit was echt 3 jaar voor IJsid. De channel waar ik het over heb is Koele Nat. Een channel die ik heb gemaakt in 2010. En ja, overlaatst moest ik iets doen op mijn mama haar hele oude computer. En toen ik op die computer was, ik was dingen aan het verwijderen, zag ik opeens een mapje Koele Nat. En ik dacht van holy shit, wat doet dat hier tussen? Ik opende dat mapje en het allereerste wat ik vond was mijn allereerste YouTube video. En jullie zijn nu waarschijnlijk zo, wow shit, je allereerste YouTube video, ja, die hebben wij toch al gezien? Die heb je getoond in je 1000 subs video. Nope. Mijn allereerste YouTube video, mijn allereerste video die ik heb geüpload op YouTube, was een skatefilmpje. Een skatefilmpje van toen ik 8 jaar was. En dat was mijn allereerste video op YouTube. En ik zou maar een stomme mogol zijn als ik deze video niet aan jullie zou tonen. Dus ja, ja, kijk er maar naar, hè. Let's go! Ja. 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 Alex, ik ben bezig. Dus dat was mijn allereerste YouTube-video. Dat was de allereerste keer dat ik iets op YouTube had gezet. Maar dat was natuurlijk niet echt een YouTube-filmpje. Dat was meer gewoon iets dat ik op YouTube had gezet en direct aan iedereen op school was gaan zeggen. Kijk op YouTube, ik heb mijn skate-trucje erop gezet. Iedereen natuurlijk meteen kijken naar die video, sloeg natuurlijk niet aan. Maar ik heb wel subs bijgekregen. En hierbij kom ik dan bij mijn tweede video. Ik schaam me eigenlijk wel een beetje om deze video te tonen. Dit is een 12 subs special. En ik weet het, 12 subs specials, nu niet echt denderend. Het is 100 keer gedeeld door wat ik nu heb. Is echt insane. Nogmaals bedankt voor de 1250 subs. Echt love you, peace. Dus ja, hier komt mijn 12 subs special. Ja, kijk er maar naar, let's go. Ik heb 12 abonnees. Of abonnees, nou zeg, dat is veel. Jullie zien maar de helft van mijn hoofd. Nu zien jullie niks. 12 abonnees. En één iemand die ik niet ken, die wil ik bedanken. Applaus. Mijn eigen computer. Ik zit nu op mijn kanaal en ik wil jullie even tonen wie die ene abonnee is die ik niet ken. Ik zou graag nog eens een applaus voor haar willen. Dit is haar. Dit is haar. En ze noemt Made by Fee. Ik editte deze video's met Windows Movie Maker. En ik was niet echt slim, dus ik dacht eigenlijk dat knippen heel moeilijk was. Om maar een stom voorbeeldje te geven, ik wist niet dat als ik filmde, ik het begin en het einde van die video kon selecteren en kon wegknippen. Dan bedoel ik maar, elke keer als ik een stukje wou filmen en dan knippen zou ik verplaatsen, zoals nu, dan dacht ik dat je elke keer opnieuw de aan- en de uitknop van je videocamera moest gebruiken. Dus wat deed ik? Elke keer als ik knipte in een video, waren dat 2 aparte stukjes video die ik had gefilmd met mijn camera. Ik wist niet dat je een begin en een einde van een video kon selecteren, want zoals nu, ik film gewoon alles in één keer en knip daarin. En soms deed ik de domste dingen om aan subs te geraken. Zoals zonder t-shirt voor een camera gaan zitten en doen alsof dat ik 50 euro ga giveawayen. Deze video zien jullie nu. Er is een briefje van 50 euro. Zie je? Wil je het hebben? Klik dan op abonneren en op het groene duimpje. Is dat een reactie? Dan kan je misschien 50 euro winnen. Jullie waarschijnlijk hebben opgemerkt. Deze jongen staat ook in mijn oude video's. Dus mijn camera is eigenlijk gewoon geen ruk veranderd. Ik was blij toen ik die video's nog een keer zag. En ik dacht dat ze allemaal weg waren, want het channel had ik verwijderd omdat ik een beetje mongol vond. Maar toen ik deze video's zag, wist ik dat ik vroeger echt gelukkig was met YouTube. En als ik vroeger zou geweten hebben waar ik nu ben geraakt, holy shit. Ja, is niet normaal. Dus ik ga nu gewoon nog wat leuke stukjes uit filmpjes tonen. Niet dat deze echt leuk zijn, maar gewoon mogol. En ik ga er een leuk muziekje onder zetten en proberen het een beetje te editen. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dit was een hele speciale video. Maar ik had echt zin om hier eens een video over te maken. Omdat jullie nooit echt wisten wat er was voor IJsid. Hoe is mijn YouTube begonnen? Wat was er? Want voor een oorzaak is er altijd een aanleiding nodig. En de aanleiding was Koele Nat. Dus ik zou zeggen, vond je een leuke video? Zeker een duimpje omhoog. Nu komen er nog wat beelden van vroeger. Ja,
Ik ben Acid of Coole Nat. En ik zeg adios, bitches. Dat was het. En omdat ik gelezen heb in de krant het elk filmpje van Hamer. Hamer heeft 5 letters. Toen had ik geen ideeën meer. Maar waarom heb ik geen ideeën? Hallo mensen, en nu hebben we een interview met een wel heel rare man. Een man die een collectie heeft in... Ja, je hoort wel wat hij zal zijn. En een oranje geweer. Ja, oké, ik heb mijn nerfgeweer. Deze kennen jullie vast nog van een random shit met Mr. Milan. Maar nu zal ik de nerf recht in de camera. En zal ik de camera ervan schieten. Een bordje. Alles in orde? Ja? Ja? Oké, dat was het filmpje van vandaag. Het is mis met mijn lens. Shit. Oké, nu is het echt al gedaan. Doei.